het doek opgaat in het theater, is er meer te doen dan je vermoedt. Het decor komt eerst en dan wat later, wordt het licht geplaatst zoals het moet. Een spotlicht hier, een spotlicht daar, en eindelijk is dan alles klaar. Laat het doek dan maar vlug halen, van de spannendste verhalen. Zie je in ons theater, alle vrienden zijn nu binnen, de vertoning kan beginnen. In ons klein theater, de verteller staat al klaar en de acteurs zijn alle daar. In ons theater. Een sprookje uit het grote boek en in het klein theater. En ik vertel u vandaag over Buffelkop. De jonge man over wie het hier gaat, was zeker de sterkste kerel die ooit op aarde heeft bestaan. Omdat hij op zijn dikke nek zo'n stoere kop droeg, noemden de mensen hem Buffelkop. Werk vond hij wel, maar de mensen wilden hem niet lang in dienst, want hij kon veel te veel eten. Maar Buffelkop vond dat hij met de grote kracht die hij gekregen had toch iets moest doen voor de mensen. Er waren in die tijd demonen. Dat waren verschrikkelijke wezens die de mensen plaagden, die ze ook doden en zelfs opaten. Ja, ja, demonen. Waar zulke demonen verschenen, daar verdwenen de mensen. En er waren in het land al streken die helemaal verlaten waren van de mensen. Zo'n schrik hadden ze. Daar moet een einde aan komen, zei Buffelkop. En hij zwierde zijn plunjezak over zijn schouder en hij vertrok. Hier ben ik al. Dorstig weertje vandaag, hè? Breng me nog maar een kan bier. Kelderfris, als het kan. Het zal niet gaan. Meneer Grasgroen heeft alles net achter zijn kiezen gegoten. Wie is Grasgroen? En waar is Grasgroen? Hier is Grasgroen. Goeie klant, zo te zien. De hemel zij dank dat hij er nog is. Er komt hier haast niemand meer. Al mijn klanten blijven weg. Deze wandelende moestuin hier, die houdt het nog uit in het bos. Omdat hij zo groen is als gras, valt hij niet op. De demonen zien hem niet eens. Bovendien is hij zo sterk als een olifant. En van niks of niemand vervaard, kameraad. De demonen wonen maar op een paar kilometers van hier. Maar ze worden alsmaar brutaler. Dus Grasgroen. Jij kent het grote woud. Als mijn broekzak. Dan ben jij mijn man. Laten we samen ten strijde trekken tegen die demonen. Tenzij je bang bent, natuurlijk. Bang? Bang. Ik weet niet eens wat dat woord betekent. Dus jij wil graag komaf maken met die demonen die hier de streek onveilig maken. Juist. Het spelletje heeft nu lang genoeg geduurd. Akkoord. Ik ben je man. Later krijgt Grasgroen nog een monument. Daar kan je donder op zeggen. Waard! Ja, hier ben ik al. Duik nog eens in je kelder en breng ons iets dat dorstige kelen smeert. Wacht. Geef ons ook nog een dozijn van je beste braadkippen voor onderweg. Heel voorzichtig, met het zwaard in de hand, drongen de mannen door tot in het gebied waar de demonen woonden. Waren ze niet een beetje bang? Ik geloof het wel. Zij kwamen in een gehucht dat helemaal verlaten scheen. Thank you.
Duidelijk dat de bewoners zijn gevlucht. Waarschijnlijk meegenomen en opgegeten. Dat zeker niet. Anders hadden die altijd hongerige demonen ook dat halve kalf opgegeten dat in de kelder hangt. Je kan gelijk hebben, Buffelkop. Aan de voorraad hebben die griezels niet geraakt. Van dat kalf heb ik alvast een flinke brok afgesneden. Hij zal ook wel trek hebben in een stevige hutsepot. En of? Ah, de koeien blijken nog niet zo lang geleden gemolken te zijn, want er is nog verse melk in overvloed. Rijstepap maak ik als de beste. Uitstekend idee, Grasgroen. Jij zorgt dat we straks kunnen smullen. Ik ga inmiddels op verkenning. Als de bewoners van dit huis hals over kop zijn gevlucht, dan zullen de andere mensen die hier woonden ook wel op de loop zijn. Ik schat dat we geen levende ziel zullen ontmoeten. Denk je? Wow. Mij deert dat niet zo erg. Zolang we maar te eten hebben. En daar hebben we de eerste week alvast geen gebrek aan. En als het erop aankomt, dan neem ik mijn boog en ga ik op jacht. Ik ben tenslotte groot geworden in het bos. Het is hier de laatste tijd natuurlijk wel gevaarlijk geworden met al die demonen. Maar ik ben er toch, Grasgroen. Oh, denk vooral niet dat ik bang ben, Buffelkop. Nee. Wee de demon die het waagt een voet in mijn keuken te zetten. Goed. Dan ga ik maar. Over enkele uren ben ik terug. Ik wil vooral te weten komen waar die sakkerse demonen zich verschuilen. Tot straks. Ja, tot straks. Waar kom jij vandaan, moedertje? Ik rook het eten en ik heb zo'n honger. Heb je een stuk vlees voor mij? Tuurlijk heb ik een stuk vlees voor jou. Eten is er voorlopig meer dan genoeg. En als je wat geduld hebt, dan krijg je van mij zelfs nog een bord boordevolle rijstepap. Nee, ik wil vlees. Oh, zoals je verkiest. Ik kan het niet hebben dat mensen honger lijden. Hier, laat eens kijken. Ah, kijk eens. Hier heb ik een prachtig stukje vlees voor jou. Neem het met de vork, het is gloeiend heet. Hier, zo. Hé, wat was dat? Zeg, moedertje. Moedertje, hallo, waar ben je? Moedertje. Hallo, ben je ongedeerd? Zeg maar. En de ketel is weg. De ketel met mijn lekkere hutsepot. Maar... En de kom met verse melk. Maar wat heeft dat te betekenen? Nu begrijp ik het. Dat is een echt demonentrucje. Tjonge. Die heeft me flink bij de neus genomen. Oh, als ik dat aan Buffelkop vertel, maar die lacht me vierkant uit. Maar moet ik het hem wel vertellen? Maar wat zeg ik dan? Ik zal zeggen dat er vrederovers zijn geweest. Ja, dat zal ik zeggen. Vrederovers die mij probeerden te vermoorden. En om een verhaal nog wat echter te doen lijken, haal ik alles een beetje overhoop. Nee, Buffelkop gelooft dat verhaaltje niet helemaal. Rovers in het land van de demonen, nee, dat kon niet. Maar Grasgroen vertikte het van de waarheid te spreken. Hij schaamde zich natuurlijk dat hij zich door zo'n klein oud vrouwtje had laten beetnemen. Ook al was het dan een demonenvrouwtje. Buffelkop zei enkel, dan eten wij vanavond maar koud. Morgen ga jij op verkenning en dan zorg ik wel voor het eten. Hé, vrouwtje, waar kom jij vandaan? Kan je niet kloppen? Ik heb zo'n honger. Heb je geen stuk vlees voor mij? Dat kan. Maar dan ga jij eerst voor mij wat water halen. Kom, ik zal je eerst verlossen van die zware mand. Zo. En hier heb je een emmer.
Buiten, achter de reuzenboom, stroomt er een helder water. Ga nu maar. Ik moet in de rijstpad blijven roeren. Heb jij je emmer terug, vuile bedrieger? Die emmer is helemaal lek. Oh, echt waar? Ja, nu je het zegt. Geef mij nu maar vlug een stuk vlees en een glas melk. Daar denk ik niet aan. Dan ga ik erom vechten. Lach maar niet. Ik kan je met dit touw vastbinden, zodat je nooit meer loskomt. Vooruit dan maar. Probeer jij niet maar eens los te komen. Nee, jij deugt niet. Jij mag niet loskomen. Dit is geen touw, dit is een buffelpees. Vooruit, nu is het mijn beurt. Zo. Stop! Ja, jij bent deze proef. Ik geef mij gewonnen. Maak me nu alsjeblieft los. De tweede proef doorsta je vast en zeker niet. Ik zal je knijpen met de grote tang. Zeg je A of hoe of ha, dan ben je verloren. Vrouwtje, je ging me toch knijpen? Maar je bent aan het kriebelen. Kom, nu is het mijn beurt. Au, 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 alsjeblieft. Dat is pas knijpen. Zo zie je maar. Dat toverknepen niet altijd helpen tegen knijpen. Je bent nog niet gewonnen. Er komt nog een derde proef. Derde proef? Wat wil je in hemelsnaam met een derde proef? Heb je nog niet genoeg lesjes gehad vandaag? De derde proef houdt in dat ik je met deze ijzeren staaf op je hoofd klop. Prettig vooruitzicht. Maar vooruit, een oud demonenvrouwtje als jij kan ik niet weigeren. En vertel eens, waarom mag ik jou met die ijzeren staaf niet op je kop slaan? Precies omdat ik zo'n oud sukkeltje van een demonenvrouwtje ben. Denk maar niet dat ik medelijden krijg. Dat heb je wel. Mensen zijn zwak en dus hebben ze ook medelijden. De sifferts! Onzin. Maar je mag het proberen, vooruit. Oh, grasgroen, niet doen, niet doen. Kijk rustig toe hoe dit demonenvrouwtje op mijn buffelkop gaat immer. Gewoon toekijken. Kijk, dat vrouwtje was in haar eentje de hele roversbende waar jij het over had. Je hebt er anders wel een mooi verhaaltje van gemaakt, dat moet ik toegeven. Kijk me dat vrouwtje toch eens aan. Je bent er niet terug. Je moet blijven staan, zodat ik meteen op je domme kop kan slaan. Goed, goed. Hier blijf ik onbewegelijk staan. Dan kan je rustig uithalen. Maar daarna is het mijn beurt. Jouw beurt. Jouw beurt. Die komt er niet. Je bent geveen. Alleen. Arm tenger vrouwtje, ik kan niet harder slaan dan ik al deed. Geef ze van langs buffelkop, ze heeft ons gemeenweg bestolen. Sla haar de deur uit, verdraaid. Slaan? Waarom zou ik slaan? Ik heb hier wel een goede pook bij de hand. Maar daar hoef ik helemaal niet mee te slaan, die is roodgloeiend. Dat ga je toch niet doen? Dat ga je toch niet doen? Dat doe ik zeker en vast.
Tenzij je hier meteen op je beide knieën belooft te verdwijnen, eens en voorgoed. En je kan er meteen bij beloven aan je kornuiten van demonen te vertellen dat ze de buurt van Buffelkop moeten blijven en al de mensen met rust moeten laten. Ja, en zeg maar met de groeten van Grasgroen dat we korte met te maken met die demonen. Heb medelijden, heren. Ik zou aan al mijn vrienden zeggen dat wij best naar andere oorden verhuizen. De pret is er af. Pret, mag jij de voeten? Zo, en jij Grasgroen, wat ben jij van plan? Gaan we samen die demonen achterna? Oh. Om eerlijk te zijn, ik zou hier graag blijven, beste Buffelkop. Ja. Het is hier zo mooi en de grond is hier erg vruchtbaar. En bovendien kan ik naar hartelust door de bossen zwerven. Nee, ik denk dat ik hier ga blijven. En keren de bewoners van dit huis ooit weer, dan vinden zij hun hoeven in perfecte staat terug. En jij, mijn beste Buffelkop, wat ga jij doen? Zoals jij voor het bos bent geboren, Grasgroen, ben ik geboren voor het avontuur. Ik ga die demonen achterna en ik ga ze bevechten en tergen tot ze van de wereldbol verdwenen zijn. Kom, laat ons tot afscheid nog samen een glas gaan drinken. Buffelkop. Ze gingen samen dus nog één glas drinken in café De Bosrand. En daar gaf de waard nog een rondje bij, want die was niet weinig tevreden dat al die afschuwelijke demonen verhuisd waren. Oef!